Hallo kijkers van Shine Sprites, ook mijn gloednieuwe aflevering van Mario Kart 8. De 150cc Gold Run, er zijn weer nieuwe cups uit en nu gaan we een hele coole cup doen. Ik ben alleen vergeten hoe die heet, dus zo cool vind ik de cup. We gaan het zo zien, komt zo meteen vast in beeld. Oh, de Boomerang Cup, we gaan eerst Bangkok Rush doen van Mario Kart Tour. Dit wordt weer een chaos, want dat is altijd bij die tourbanen. En in deze cup zitten er zelfs twee, dat is een beetje jammer, maar we gaan het zien. Oeh, het ging meteen al fout. Ik heb deze ook nooit gedaan. Ik heb ook nog niet geleerd van de vorige aflevering dat ik mijn cam weg moet halen voor de items. Dus dat is ook niet echt heel handig. Maar ja, dat overleven we ook wel weer. Wel een grappige baan dit. Oh, dit werkt. Nice. Bangkok Rush. Oh, dit is echt een heel ander stukje wat we nou hebben gepakt. Krabbetjes. Midden op de straat zal wel. Kan in Bangkok allemaal, jongens. Kan allemaal in Bangkok. Oh, hier gaan we heel ver omhoog. Oh, what the fuck? Nou, op de tast ging het ook wel redelijk. Nou, goede eerste baan. Goede eerste baan. Ik vond deze wel leuk. Dat zeg ik niet vaak over tourbanen. Dat zeg ik niet vaak over tourbanen. Mario Circuit van de DS. Au. Ik wil deze baan niet zo goed herinneren. Ik dacht namelijk bij een hele andere baan bij Mario Kart, of Mario Circuit van de DS. Zijn er in de jaren nogal veel Mario circuits gemaakt, dus... Maar ik weet zeker dat het de DS-baan is, ik weet alleen niet dan hoe die heet, welke ik in mijn hoofd had. Hierna komt een baan dat is best wel... Nou, fan-favorite wil ik niet zeggen, maar die is best wel geliefd bij de fans. Alleen doordat die baan er is, heb ik steeds minder hoop dat mijn favoriet... Of mijn meest gewilde baan, zeg maar... er niet in komt bij de laatste twee waves, helaas. Hey, Wiggler.
Nice, gewend. We gaan namelijk Waluigi Stadium doen van onze grote vrienden van Double Dash. Oeh, het ziet er wel vet uit. Textures zien er erg leuk uit. Eerlijk is eerlijk. Het ziet er wel echt vet uit. Eerlijk is eerlijk. Hij is goed geremaked. Oeh, maar dit is wel anders dan normaal. Kijk, want normaal zijn er twee van deze, maar dan om zijn beurt. Wow, je hebt hier allemaal... What the fuck heb je hier allemaal? Nou ja, het zal wel. Hij is in ieder geval vet geremaked. Daar ben ik blij om. Ah, dat is iets minder. Daar ben ik iets minder blij om. Lekker, Jezus. Oké, laatste ronde. De laatste ronde. Nice. Very nice. Goed, en de laatste van deze wave. Dat was Singapore nog wat, geloof ik. Singapore Speedway. Oké, let's go. Oké, let's go. Ik ben eens bij Singapore geweest, pas geleden. Wel alleen op het vliegveld, maar ik ben er wel geweest. Wow, dit is wel echt te vet, holy shit. Oh, net te laat met mijn banana. Banana phone. Pling dong, pling dong, pling dong, pling banana phone. Ik word geneid, wie er uitzwaait. Vuile bits, vuile bits.
Oeh, interessant. Snel raken! Oh, ik raakte hem niet. Oh, ik raakte hem wel. Oh nee. Nu is er toch nog iemand voorbij me geschoten. Het is volgens mij weer een tijd geleden dat ik een perfect had. Dus het zou leuk zijn als ik een perfect zou halen. Perfect is super dichtbij. Ik heb een perfect. Zo. Dat is een keer lekker, hè? Zo perfect. Dat is een keer lekker. Die hebben we graag. Goed, de Boomerang Cup is voor ons. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. En zie je graag de volgende aflevering weer over een hele tijd. Adios, amigos.